In deze film aandacht voor het super zoomen in Photoshop, want sinds de update van Camera Raw ben je in staat om de resolutie van je foto's te verdubbelen. En dat doen we in Bridge. Nou, heb je nog nooit van Bridge gehoord? Geen probleem, je hoeft er ook niet heel veel verstand van te hebben. Je kunt hierboven in Photoshop bij Bestand kiezen voor Bladeren in Bridge. En er opent zich een nieuw programma. Dit is Bridge en je ziet in het midden dan allemaal fotootjes. Je hebt daar allerlei hele leuke mogelijkheden in. Het is eigenlijk een soort beheerprogramma voor bestanden. Wil je daar meer van weten, klik hierboven even op het fotootje. Dit is de foto waarmee we aan de slag gaan. Ik heb hier verschillende varianten van. Ik heb het origineel daar staan. Ik heb daar mijn bewerkte foto staan en ik heb twee eindresultaten staan. Die eindresultaten, dat is eigenlijk gewoon de bewerkte foto. Het grijze gedeelte heb ik dan weggegooid en dan hou je over wat je daar ziet. En ik ga in dit geval even met het TIF-bestand aan de slag. Waarom het TIF-bestand? Nou, dat is dus de afgewerkte foto, maar nog wel met zoveel mogelijk kwaliteit daarin behouden. De JPEG is toch een stuk gecomprimeerder. Ik ga dat TIFF-bestand openen in de RAW-converter en dat doe ik door er met rechts op te klikken en dan te kiezen voor openen in camera RAW. Net als een RAW-bestand wordt de foto dan geopend. Laat ik hem even wat breder maken. Dat staat gewoon fraai. En het gaat er nu dus om dat je camera RAW versie 13.2 hebt. Heb je een lagere versie, dan gaat dit niet en moet je gewoon upgraden. Zo simpel is het. Deze foto heeft een afmeting van 5302 pixels bij 7212 pixels in de hoogte, 38,2 megapixel. Oorspronkelijk schiet ik met een Canon 5DS, dus na een beetje snijden hou ik deze 38 megapixel over. Wanneer je deze foto afdrukt op 300 dpi, dan wordt die 40 cm breed, 60 cm hoog en is die op een armlengte-afstand gewoon haarscherp. Wil je hem groter afdrukken, dan wordt dat een probleem. Of je foto wordt onscherper of je moet allerlei ingewikkelde trucages gaan doen. Maar nu heeft Camera Raw daar dus zelf een oplossing voor. En dat werkt heel simpel. Op de foto klik je gewoon met rechts en dan zie je daar staan verbeteren. Klik daarop en Photoshop gaat aan het rekenen. Je krijgt een nieuw venstertje voor je en daar heb je eigenlijk maar twee opties in. Dat venster dat kun je aan de kant schuiven. En dan zou je nog ergens op je foto kunnen klikken om te zien wat het resultaat gaat worden. Inmiddels is de, de preview eigenlijk al gegenereerd en je ziet het resultaat daarvan. Aan de rechterkant van het venster heb je twee opties. Je hebt superresolutie staan en je hebt raw details staan. Momenteel staat superresolutie aangevinkt, daar gaat het ook om. En als je dat aangevinkt hebt, kun je raw details niet aanvinken. En in dit geval het is het ook een uh, ja, TIFF. Dus geen RAW-bestand. Dus als ik het uitvink, dan heb je ook geen optie om het aan te vinken. Zou je een RAW-bestand openen, dan is dit wel aanvinkbaar. Maar het gaat even over de superresolutie. Ik heb nu ingezoomd op het oog. En als ik met mijn muis in het voorvertoningsvenster ga staan en ik hou de knop ingedrukt. Dan springt hij dus terug naar zonder verbeteren. Dit is een verdubbeling in mijn resolutie zonder de verbetering van camerahal. En laat ik nu de muisknop los, dan zie je de verbetering die die daarin aangebracht heeft. En dat is best een aardig verschil. Zet je de superresolutie uit, dan spring je terug naar de oorspronkelijke 100% en je ziet wat die verdubbeling in resolutie eigenlijk doet. Eigenlijk is dat ook de enige optie die je kunt aanklikken. Je klikt aan superresolutie, daarmee wordt je foto twee keer zo groot en that's it. Je hebt geen andere opties. Je moet Photoshop gewoon zelf laten rekenen. En op zich doet hij dat niet onaardig. Wil je dit, dan klik je gewoon heel eenvoudig op verbeteren. En je ziet in de RAW Converter hieronder één resterend dat er iets gebeurt. Klik je daarop, krijg je dit venstertje voor je neus. En afhankelijk van hoe snel je computer is, kan dit eventjes tijd in beslag nemen. En bij mij duurt dat ongeveer 15, 20 seconden. En daar ben ik wel happy mee. Is hij klaar, dan verdwijnt hij uit het lijstje. Ik klik even simpel gezegd op OK en in principe is mijn foto nu verdubbeld qua resolutie. Maar je ziet hieronder dat het nog steeds 5300 pixels breed is en 7200 hoog. Dit is dus niet mijn uiteindelijke resultaat. Dit is nog steeds het TIFF-bestand waar we naar kijken, want hij heeft de conversie gedaan naar een nieuw bestand. En dat nieuwe bestand dat vind je in de filmstrip. En om de filmstrip te openen, klik je hieronder op dit icoontje. En dan zie je daar de twee foto's inmiddels staan. Links mijn origineel en dit is uiteindelijk mijn resultaat. En je ziet dat die ruim 10.000 bij ruim 14.000 pixels groot is. Nu kun je nog allerlei dingen aan de foto doen. Vind ik niet nodig, vind ik eigenlijk best een beetje zonde om hier nog aan te sleutelen. Maar laat ik gewoon eens op openen klikken om hem in Photoshop te openen. Camera Raw converteert hem wel automatisch naar een DNG-bestand, het RAW-formaat van Adobe zelf. Daar zit je ook aan uh, vastgebonden, maar op zich maakt dat niet helemaal uit. Dit is dus mijn foto en je ziet, uh, hij vult aardig het scherm, maar dit is dus uitgezoomd naar 6,25%. Ik kan hier dus gewoon behoorlijk op in gaan zoomen voordat hij het scherm vult. We zitten nu pas op 25% en nu op 100. Is dit perfect? Nee, niet helemaal. Laat ik even de oorspronkelijke tip waarmee we aan de slag gingen erbij openen. En laat ik daar ook eens inzoomen op 100%. Ja, er zijn wel degelijk verschillen. Deze foto één zo groot. Duidelijk. Dat, dat is het eerste verschil. Dat is ook hetgene waar het om gaat. Maar dit is. Een bewerkte foto. Dus hier heb ik al allerlei dingen aan gedaan. En al die uh, kleinigheidjes die worden mee uitvergroot. Je ziet in de schaduwpartijen, bijvoorbeeld hier uh, aan de linkerkant van haar hoofd, dat ook de ruis toch wel redelijk mee vergroot wordt. Ga ik dit afdrukken, dan vind ik het nog wel acceptabel. Ga ik dit zien op een haarscherpe afdruk, dan vind ik dat alweer een stukje minder. Dus, mijn advies: wil je uiteindelijk zo'n groot bestand gaan maken, ga dan uit van je RAW-bestand. Dus, het RAW-bestand wat ik hierboven heb staan, laat ik het dat ook even bijtrekken. Openen in camera RAW. Ik klik er met rechts op en kies voor verbeteren. Zet ik superresolutie nu uit, dan kan ik wel de RAW-details verbeteren. Maar het gaat om superresolutie en ik druk op verbeteren. Wederom is hij gewoon bezig. Ik open mijn filmstrip er alvast bij. En als die klaar is, komt de DNG daarnaast. En deze ga ik in Photoshop openen. Gezien we dus een verdubbeling in de resolutie hebben, zowel in de breedte als in de hoogte, ga ik van 50 megapixels, ja eigenlijk gewoon niet naar het dubbele, maar eigenlijk naar het viervoudige. Dus ik ga van 50 naar 200 megapixels. En dat maakt het allemaal wel een beetje langzamer. Zoom ik nu in op het hoofd. Na 100%, dan zie je nog steeds wel die korreligheid, zeg maar, die het in eerste instantie ook had. Alleen iets minder dan bij de verbeterde versie van de TIFF die ik eerder had afgewerkt. Wil je dus extra groot afdrukken, vergroot dan eerst in je RAW-converter het originele bestand. En ga dat niet als laatste doen. Ga hier al je aanpassingen pas op toepassen. En hou dan rekening met het grote formaat waarmee je werkt. Maar over het algemeen, als ik kijk hier in de neus, hier zitten wat, wat artefacten, is dat op zich nog helemaal niet zo slecht vergeleken met waar ik vandaan kom. Dit is gewoon 100% van het origineel en dit is het formaat wat we nu hebben. Zou ik bijvoorbeeld even kijken bij de afbeeldingsgrootte en zet ik hem op centimeters en bijvoorbeeld op 240 pixels per inch, dat is eigenlijk ook wel genoeg voor een scherpe afdruk dan zit je toch gewoon op een foto die 90 centimeter breed is en 1 meter 22 hoog. Dat, dat zijn foto's, dat staat gewoon leuk in een bushokje. Um, en die hebben al een hele lage resolutie. Zo eenvoudig is het dus om je foto's extreem te kunnen vergroten... zonder dat je daar zelf al te veel verstand van hoeft te hebben. Het kan gewoon in de RAW-converter. Het kan met je RAW-bestanden, het kan met uh, TIFF-bestanden... eventueel ook met je JPEG-bestand. Dat zou ik op zich al helemaal niet doen... Want als je kijkt naar bijvoorbeeld de informatie die je erin stopt, het TIFF bestand heeft een grootte van 218 MB en het JPEG bestand een grootte van bijna 18 MB. Dus de informatie die je er met je TIFF bestand in stopt is vele malen meer dan van het JPEG bestand. Dus een vergroting zal ook gewoon beter zijn. Laat ik voor de sake of the argument de JPEG ook nog gewoon eens vergroten. Gooi ik die andere twee even dicht. En zet ik ze even naast elkaar. Links dus het TIFF-bestand en dit is het JPEG-bestand. Nou, en ik zie wel iets meer detail, uh, ja in dit geval ook iets meer artefacten in het TIFF-bestand dan in het JPEG-bestand. Het JPEG-bestand is iets vloeiender, zeg maar. Natuurlijk wil je zo scherp mogelijk, dus je gaat gewoon met de grootste informatie aan de slag en dat zou in dit geval het TIFF-bestand zijn. En zo werkt dat dus. Ik zou zeggen: probeer het zelf uit, ga lekker zitten spelen. En vervolgens: bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei.